Dat zijn dus nog altijd heel veel uitdagingen. We hebben in de voorbije jaren heel veel mooie dingen gerealiseerd. Maar zoals gezegd, de perfectie is zeker niet van deze wereld. En wij moeten dat blijven koesteren. De manier hoe wij troost kunnen bieden door kleine daden te doen, zoals we daar hebben gedaan, zoals we op heel veel plaatsen doen in Brugge. Aan jullie het PIM-project voor te stellen. En PIM staat eigenlijk voor Partners in Meertaligheid. We gaan eerst die uitdagingen voorstellen. Dan is de bedoeling dat jullie in groep goed nadenken hoe dat die uitdagingen, welke acties dat er daar zouden kunnen mogen gezet worden. We hebben dat samen gedaan met 200 middenveldorganisaties, met de OCMW-groep, met stadsdiensten, met onze cel lokaal sociaal beleid. Ik ben in feite wel heel trots op wat die mensen de voorbije 3-4 jaar gerealiseerd hebben. De vader neemt op zo van alle vlucht. 904 daklozen, 0,7%. Dat is 6,33 die non-binair is. Hoe kan dat? Dat kan toch gewoon niet? Dan wil je zeggen 6 en dan 1 voor 1 derde, dat je nog niet weet, dat kan niet anders.